Het is drommen aan de ingang van de rechtszaal in Turnhout. Ouders van tientallen kinderen die zouden zijn misbruikt, staan ongeduldig te wachten op de uitspraak. De ex-leerkracht van intussen 62 jaar werkte bijna 30 jaar op de school. Zijn oudste slachtoffer zou intussen al 40 zijn. En toch kwamen de feiten pas 2 jaar geleden aan het licht. Bijna per toeval na het bekijken van een film, vertelt een van de moeders ons. Na die film heeft ze nogal emotioneel aan ons verteld dat ze niet wou dat haar zusje dat toen naar het 4e leerjaar zou gaan, bij meester Peter in de klas zou komen te zitten. Omdat dat eigenlijk helemaal niet zo'n lieve meester was dan dat het leek. En dan vertelde ze, als ik doorvroeg, wat er gebeurd was, wat hij gedaan had. En dat waren toch wel grensoverschrijdende zaken. De man knuffelde zijn leerlingen niet alleen veelvuldig, hij nam hen ook op de schoot. En sommige kinderen betastte hij zelfs in de onderbroek in een vol klaslokaal. De klasgenoten hadden op het moment zelf niet in de gaten of dachten dat het normaal gedrag was. Die kindjes hadden ook een rol, namelijk op het puntje van hun stoel zo enthousiast mogelijk om ter eerst bij meester Peter op de schoot gaan zitten. Waardoor het voor die kindjes die wel misbruikt werden, heel vreemd was. Zij dachten niet dat zij de enige waren die misbruikt zouden worden. Zij dachten dat dat met iedereen gebeurde. Dus zij hebben altijd het enthousiasme van die andere kinderen blijven zien. De dochter van Marijke was 9 op het moment van de feiten. Zij lichtte meteen na het verhaal van de dochter de directrice in. Die stond hier vandaag ook terecht voor schuldig verzuim. Ze zou niet voldoende gedaan hebben om de leerkracht te stoppen, maar werd vrijgesproken. Had zij als directrice niet meer moeten doen, niet meer moeten weten? Nee, ik denk het niet. Natuurlijk, dit is een heel moeilijk dossier in die zin. Wat is voldoende? Naderhand, wanneer dat we alle feiten en het dossier kennen, het is een heel uitgebreid dossier, dan is het altijd heel gemakkelijk om te zeggen, u had dat of dat moeten doen.